Maar goed dat er in een openluchttheater geen dak zit. Anders was het er in Mariahout zaterdag zeker afgegaan. In een uitverkochte theater opende Back on Wheels met een voorprogramma, waarna Miss Montreal voor een duizendkoppig enthousiaste menigte het podium betrad. Vanavond een uitverkocht openluchttheater hier in Mariahout. Hoe was het optreden? Ja, het was heel erg leuk. Ook wel spannend, want we hadden 2 weken lang hadden we niks en we waren gewoon vrij. Dus dan heb je even weer de inkomen en helemaal bij een show van 1,5 uur. En ik begon heel klein en heel persoonlijk, dus ik vond het heel spannend. Maar iedereen die was gelijk al gewoon warm, Brabantse warmte heb je dan weer, hè. Dus nee, het was heel fijn en heel leuk en van hop naar her en rock en pop en alles. En ik was heel blij en ik ben nog steeds blij. Wat is het grote verschil tussen het theater, want je hebt net een theatertour achter de rug, en dit soort optredens? In het theater weet iedereen gewoon dat ik echt dat ik ook doe wat ik hier deed. Maar ook echt een kant van mezelf laat zien die men niet kent. Dus heel klein en in het Nederlands of in het Frans of zo, weet je wel. En daar luistert iedereen ook echt wel. En ik heb nu al door, als ik dat hier doe, dan hoor ik toch nog heel veel met mijn mensen praten. Wat niet uitmaakt hoor. Maar dat is het verschil. Gewoon dat iedereen... Oh! Nee, ik ben nog even bezig. Lekker hoor. Maar het is daar heb je iets meer tijd en iets meer ruimte om jezelf te laten zien. En hier heb je gewoon tijd om echt gewoon te entertainen en een topavond maken ook voor iedereen. Hoop ik dan. Nou, dat was het zonder meer. En nu allemaal even uit volle borsten komt hier. Yes, Ik ben nu midden in de opnames van The Voice. Dus nou, dat is heel erg leuk. Ook heel spannend. Ik doe allemaal veel te spannende dingen op het moment. Dus daarom dat ik ook wat eerder naar huis ga en zo nu. Daar leunt heel veel op me nu, zeg maar. Maar ik ben daarmee bezig en we gaan heel veel festivals doen. En The Voice, dat duurt echt tot en met januari. En dan ga ik in februari echt weer een album opnemen. En die is dan uit in april of zo, of in mei. En dan is het alweer 2016 dus. En dan gaan we weer festivals spelen. En dan is het 2017. En dan weet ik nog niet wat ik ga doen. Zo, nu weet je alles. Ja, want ik vroeg me inderdaad af. Wij hebben vanavond hier allemaal een topavond gehad. Lekker ontspannen. Wat doet Miss Montreal voor ontspanning? Miss Montreal die houdt wel van een wijntje. Op zijn tijd ook een klik sigaretje, stiekem. En ik hou van kaas. En ik denk dat mijn pure ontspanning is toch wel met de hond en zo. Gewoon lekker wandelen, spelen, slapen. Alleen ik kan nooit slapen, tenzij het niet mag, zeg maar. En ik hou heel erg van uit eten gaan met mijn vrienden en zo. Ik vind dat heel erg leuk. En dat loopt dan ook altijd echt uit de hand. En verder hou ik heel erg van tennis kijken. Dus ik kijk nu alleen maar Wimbledon. Want ja, dat is echt mijn favoriete sport. Dus dat is heel erg leuk. Veel succes en beterschap. En ja. Succes met alles wat je gaat doen. Dankjewel voor het interview. Bedankt. Houdoe.